Een vervallen paardenstal. Voor zwerver Arno was dat de afgelopen weken zijn thuis. Jaap Groenart uit Karspel trok zich zijn lot aan. Iedereen verdient droog en warm te wonen, vindt Jaap. En dus ging hij op zoek naar een oplossing. Met hulp van NH vond hij een gratis caravan. Goedemorgen. En vandaag was de grote dag. Jaap en Arno konden hem ophalen bij de Gullegever in Zuidoost-Beemster. Je scheelt, ja, dat is echt heel erg mooi. Hè? Hij stond buiten en we deden er eigenlijk niet zoveel mee. En het is een goede caravan, dus we dachten van nou, ik las het op internet. Ik denk, nou, dat is een mooi doel voor de caravan. Dus vandaar. En nou ja, goed, je maakt er iemand blij mee. En blij zijn ze zeker. Jaap kan het nog steeds niet bevatten. Eerst geloof je het niet. Mensen zijn niet zo, maar toch zijn er mensen die het dus wel doen. En, helemaal perfect. Nou, ik hem gezien heb helemaal. Denk, hoe kunnen ze die gratis wegdoen? Dat snap je niet. Normaal is donderdag altijd mijn ongeluksdag, maar nu is het mijn geluksdag. Kachel, ijskastje zit erin, er zitten opbergmogelijkheden in. Mogelijkheden voor te koken. Dus eigenlijk alles erop en eraan. Toiletje. Nou, succes ermee. Dank, zeg voor jou. Bas en Nadia gaan onderweg. Gaat helemaal lukken. Oké, hartstikke bedankt. Oké, laat het komen op.